zo'n man met een scootmobiel in het water. Een scootmobiel die op iemands been lag met een hond erop en geen kette man in het water. Alsof het de schippers van de Kameleon zijn. Deze vrienden uit de Lier en Maassluis zijn deze zomer regelmatig op de Westlandse wateren te vinden met hun eigen speedbootje. Maar sinds dit weekend zijn ze landelijk nieuws dankzij een heldendaad die ze zaterdag verricht hebben. Ja, dat klopt. Nou, we zouden eigenlijk naar huis gaan. Er was een vrouw helemaal in paniek op een bootje en die zei, er ligt een man met een scootmobiel in het water. Een scootmobiel die op iemands been lag met een hond erop en geen kette man in het water. Helemaal in het water. Gelukkig nog wel met het hoofd boven water. Precies daar ook. Maar je kan hem nog een beetje zien. Ja, dus ik gelijk geholpen, erin gevaren en erin gesprongen. Ja, eigenlijk gewoon van joh. Gewoon gelijk uithalen. Of ten eerste eerst die scootmobiel en die hond van hem afhalen. Want anders kom je sowieso niet ver. Dus ja, dat eigenlijk. De vrienden slaagden erin het slachtoffer die een handicap heeft en zijn hond naar de kant te brengen. Samen met enkele omstanders die aan de kant stonden, wisten ze de man veilig uit het water te halen. En met de man is het daardoor gelukkig goed gekomen. Ja, ik heb nog contact gehad en het gaat nu goed, het gaat goed met hem. Hij is gelukkig met een schaafwondje vanaf gekomen. Maar hierna is het voor deze vrienden niet bepaald rustig gebleven. Dit verhaal is heel het land doorgegaan en dat merken ze wel. Zover ik gehoord heb van Joey hier, komen we ook nog in een paar verschillende kranten. En er komen soms wel eens mensen op straat tegen die ons herkennen en zeggen dan hey, ik heb jullie in de krant gezien en weet ik veel. Dat allemaal eigenlijk. Nu varen jullie hier elke dag volgens mij. Ja. Merk je ook een beetje aandacht van de meiden of zo die je wat meer Ja, nee. Nou, lekker gaan varen en werken en dan helemaal best. Veel plezier op deze vakantie. Dankjewel. Dankjewel. Jij ook.